Hey, welkom weer in een nieuwe video. Vandaag gaan we een vlogje bijhouden. Ik heb wel wat leuke dingen in petto eigenlijk. Een klant van mij die wil bij de politie. En om bij de politie te kunnen moet je een soort van conditie- en krachttest doen. Dus we hebben toevallig zitten naast mijn loods waar we nu zijn. Er is een turnvereniging en die hebt aanzienlijk meer ruimte. En die hebben de juiste materialen om die test af te leggen. Dus wat we gaan doen, we gaan heel die test zoals we die binnenkort moeten gaan doen. Gaan we helemaal opzetten. We gaan exact uitmeten zoveel meter hier, zoveel meter daar, zoveel medicijnballen mee, et cetera, zodat we heel die test na kunnen doen. En dan gaan we kijken of ze dat onder 3 minuten 43 kan rennen. Dat is de doelstelling. Ik ga vandaag ook even laten zien hoe het met mijn training gaat. Ik ben het powerliften weer flink aan het oppakken. Alleen na zo'n verbouwing van heel deze locatie hakt dat er toch best aardig in. Met de klant ook super druk, dus dat is allemaal wel positief. Alleen ja, het negatieve is dat je eigen training er heel erg onder leidt. Dus je moet echt weer bijna vanaf nul beginnen. Ik zit gisteren het Eurovisie Songfestival te kijken. Ik zat lekker op de bank, ik deed helemaal niks. Ik sta op en ik heb in één keer pijn in mijn knie. Dus ik loop vandaag met zo'n brace om. Dus ik ben een beetje bang dat mijn squat niet helemaal gaat lukken, want het doet echt serieus pijn. Een deadlift ga ik nog wel gewoon even lekker proberen. Die ga ik ook gewoon weer rustig opbouwen. En een overhead press heb ik al in tijden niet meer gedaan. Dus ook daar begin ik gewoon weer even lekker mee. Dus we gaan gewoon maar gewoon zonder bullshit. Gaan we gelijk beginnen met de video. Zonder gewicht, 4 minuten tegen, eens kijken hoe het gaat met gewicht. Mooi. Je hebt wat zacht, hè? Ik ben zeer tevreden met mijn 110. Valt reuze mee. Zoals jullie weten, mijn oude PR die staat op 170. Zijn er ook niet echt super records, maar dan probeer ik in de loop der tijd toch wel richting 200 te gaan. Zelfs met mijn kniepijn gaat dit gelukkig. Daar ben ik heel blij mee. Press, ja. 110. 5. Mag nog niet echt een naam hebben, is nog niet echt indrukwekkend uiteraard. Maar we zijn gewoon lekker rustig aan het opbouwen. Het belangrijkste wat er is, ten alle tijden. Rustig aanbouwen, opbouwen. Ik kan zo 120, 130, 140 zou ook wel gaan, maar nooit doen. Stapje bij beetje, bij beetje, bij beetje. Mooi, volgende. De overhead press ben ik nog niet eens zo gek ontevreden. Het was maar 40 kilo. Ik ben nooit zo sterk pressen geweest zoals bankdrukken als overhead pressen. Verschrikkelijk slecht in. Mijn armen die zijn, niet als excuus, maar mijn armen zijn 7 centimeter langer als dat eigenlijk zou horen. Mijn spanwijdte is 1,97 in plaats van de 1,90 meter die ik ben. En buiten dat, ik ben ook gewoon niet super gespierd. Dus als het gaat over bankdrukken, overhead pressen natuurlijk wat minder. Ik moet echt veel afstand afleggen. Plus, ik hou totaal niet van armen trainen, zowel triceps als biceps, niet verschrikkelijk saai. Al met al, ja, een ramp om overhead te pressen en om te bankdrukken natuurlijk. Maar mag geen excuus wezen, 40 kilo ging redelijk. Hij is, ik weet niet meer uit mijn hoofd, geëindigd op 70, gok ik zo. 70, 75. Dan uiteraard 1 rep, niet 5x5. Dus ik ga even kijken hoe dit verder gaat, hoe dit gaat aflopen. Voor de rest, niet om het al niet ontevreden. We gaan door naar de deadlift. Mooi, al met al fijne training. Kostte nul energie, zeker die deadlift niet. Die was 110. Niveautje 6 op schaal van 1 op 10.
niveautje 6, dat viel gelukkig reuze mee. Die ga ik uiteraard natuurlijk alles wel lekker verder uitbreiden, dat gaan jullie ook nog wel, zien. We gaan gewoon even, zoals ik net zeg, rustig opbouwen. Het is nu, dat kunnen jullie net niet zien, de klok daar, het is nu 2:30. Ik moet ongeveer 5:30 moet ik weer bij de buurman wezen voor het sporten, voor de politietest. Dan gaan we eens kijken hoe die politietest gaat. Ik zal daar niet al te veel vloggen, het wordt vooral de camera neerzetten, maar het wordt razend interessant. En ik heb eigenlijk een beetje de hoop dat mijn knie gewoon goed herstelt. En vooral nu die een beetje warm is, wil ik toch zelf eigenlijk ook wel die politietest doen. Dus ik ga even kijken hoe het met mijn conditie is gesteld. Als dat lukt, ik hoop echt even dat het lukt. Maar mijn conditie is ik train daar niet veel op, dus hij zal niet uitstekend zijn. Maar ik denk, gok zo een beetje, dat ik hem met twee vingers in mijn neus haal. Ik ben heel benieuwd, misschien piep ik daar straks wel heel anders over. Dus let's go! Mooi, we zijn in de zaal die we hebben gehuurd, tenminste mijn klant heeft gehuurd, zodat ik haar kan helpen met de politie sporttest. Dit is de ruimte waar we straks alles gaan neerzetten. Ik loop even naar mijn schemaatje toe. We hebben het een en ander uitgeprint, natuurlijk om de test een beetje na te maken. Het is een klein, simpel schemaatje zoals jullie zien. Net. Ik heb een rolmaat meegenomen en het een en ander om mee te meten. Kasten klaarzetten, banken, et cetera. En dan gaan we eens kijken of ze dat onder 3 minuut 43 kan redden. Zou ik dit nog nadat de tijd van Meerte was gelukt, dacht ik misschien is het ook wel even leuk om de politietest uit te testen. Zoals zelf natuurlijk wel eens even uit te leggen. Zoals jullie zien, je moet over twee kasten heen springen, daarna twee banken en dan moet je een car vooruit duwen. Wij hadden geen car, dus we hebben maar even een doos gebruikt. Dat is net even wat anders, want die moet je natuurlijk niet afremmen. En tijdens die politietest moet je die wel afremmen en moet die volledig stilstaan. Dan zoals je mij hier nu ziet doen, zie je mij 3 medicijnballen van 5 kilo. Die moet je ook heen en weer rennen van het ene platform naar het andere platform. Dat is 1 rondje als ik nu weer terugsprit naar de start. Dat is ronde 1. Je moet in totaal 5 rondes doen. Dit was 1 lange ronde. Nu komt de volgende korte ronde. Dan spring je op precies dezelfde manier weer over de kast heen. Over de twee banken. Alleen nu hou je de car, trek je terug. Dus zoals jullie mij hier zien doen. Hoppakee, die trek je terug. En daarna moet je over de lengte over de car heen. Hoppakee. Dat is ronde 2. En dan ronde 3 is weer hetzelfde als ronde 1. Dat is weer een lange ronde. Weer over de kast heen, et cetera. En weer met die ballen. Zo, dan skip ik even naar ronde 5. Dat zien jullie mij nu doen. Ren ik om de platenkar heen. En dan bij die twee pionnetjes. Dat is het eind. Dus dat is ronde 5. Een man van mijn leeftijd moet dat in 3 minuten 10 doen. En zoals jullie horen doe ik dat in 2 minuten 49. Viel nog niet tegen dus, maar oprecht. Het lijkt alsof het echt een simpel stukje joggen is, maar het is echt nog wel best zwaar. Ik vind het nog wel een redelijk goede politietest, moet ik eerlijk toegeven. En dat maakt gelijk het einde van deze vlog. Ik zie jullie graag volgende week weer. Dit was Rebel Schultz, Dood Strength, Ignite Your Fire en Grow Stronger.